allemaal zijn. En heel druk ook, gezellig. Jullie hebben goed weer meegebracht. Goede zin meegebracht, denk ik. Want we hebben vanmiddag een klein feestje te vieren. Klein feestje. Weet jullie wat er vanmiddag gaat gebeuren? Ja. Ik hoor al iemand ja zeggen. Nee. Nee? Ja en nee. Nou, vanmiddag gaan we eigenlijk een beetje afdeling het anker heropenen. We gaan hem langer maken. Zoals jullie weten is de begane grond bij het anker gekomen. Maar daar hadden we eigenlijk nog nooit officieel iets mee gedaan. Nou, toen kregen wij de vraag om daar een feestje voor te organiseren. Nou, daar zijn we wel voor in. Dus iets gezelligs. Nou, dat gaat goed komen vanmiddag. Jullie hebben allemaal lekkere koffie op, het gebak. Er komt straks nog veel meer. En we hebben ook nog iemand die voor ons komt zingen vanmiddag. Dat is Simone. Dat gaat na de openingshandeling gebeuren. Die blijft hier nog wel eventjes zometeen nadat het gebeurd is. En dan komt er ook nog iets lekkers. Maar we hebben eerst nog een openingshandeling. En we hebben aan Camille gevraagd of dat die dat eventjes wilde doen. Samen met een paar bewoners. En of dat die een speechje voor wilde bereiden. Dus ja, ik geef het woord gewoon aan Camille. Dankjewel, Bert. Nou ja, het woord voorbereiden heb ik helemaal gemist. Niet gehoord. Maar inderdaad, een transitie zoals dat hier dan achter de schermen heet, klinkt heel zakelijk. Dan moet er van alles gebeuren, administratief vlak, op zorgvlak. Maar ja, wat betekent dat voor de mensen op de begane grond, de afdeling het anker? Ja, daar gaan vele dingen ook veranderen. Een deel van de bewoners krijgen andere gezichten aan het bed. En het was ook even een opstartperiode voor de zorg, waarin dan ook niet alles meteen perfect loopt. Nou ja, dus dat doorsta je als bewoners, hè, daar praat je over, maar dan moet je het aan het einde ook even kunnen vieren. Dus vandaar dat ik Bert en Babette had gevraagd van nou, hè, alle zakelijke dingen zijn nu afgerond, maar zullen we er ook nog eens even een mooi feestje van maken. Dus bij deze en ook hartelijk dank Bert en Babette. Hoe jullie dit geregeld hebben, want dat is altijd weer super hoe jullie dat doen. Hoe ga je dat dan aanpakken? We begonnen al heel snel met begrippen zoals het oude anker, het nieuwe anker, achter de klapdeur. Ja, dan krijg je al heel veel benamingen voor dezelfde afdeling. Of in ieder geval, wij wilden graag dat we ons allemaal straks afdeling het anker zouden kunnen voelen. Nou, daar gaan dingen bij helpen. Zoals één team daarop opzetten. Maar ook dingen zoals elementen die zich alleen achter de klapdeuren afspeelden. Ja, wat naar voren halen. Dus achter het oude anker, zoals dat voorheen heette. In de borden hing ook een prachtig anker. Nou, dat dachten wij daar eens mee te beginnen. En in de loop van de toekomst, voor nu loopt de kamernummering ook niet helemaal logisch nog. Dat zijn allemaal kleine details die we gaan oppakken, maar we dachten we beginnen eens bij de leuke dingen. Dus ik zou graag wat hulp hebben voor de afdeling. Ja, trek op een papier. Prachtig ingepakt door Bert, denk ik. Samen. Ook samen ingepakt. Het is allemaal plakband plakken. Ja, dat is teamwork, denk je. We hebben er lekker veel plakband op gedaan. Ja, de spanning te groot. Zo maakt natuurlijk. Leuk, hè? Ik kom hier trekken, want ik heb geen kracht. Kijk, ik moet veel gezicht erbij hoor. Alles in strijd te gooien. Ik ga een beeldje uitpakken. Goed werk ons tijd, hoor. Ja. Nou, de rijm is even om. Kijk. Oh, wat leuk. Sorry. We zullen hem zo even hoog houden. Het is een prachtig bord met welkom op het anker. En we gaan deze dadelijk ook ophangen in het voorste deel. Dus zodat ook iedereen weet zodra we hier al door het atrium lopen op welke afdeling je bent aangekomen. En daarnaast hebben we nog meer presentjes.
Misschien willen jullie deze even openmaken. En die is niet alleen voor jullie twee. We hebben exemplaren voor alle bewoners van het anker. Geen nieuw, geen oud, gewoon het anker. Zal ik even helpen? Of hier? Zal ik jou even helpen? Dat is goed. Ja? Moet ik wel even een microfoon inleggen, maar... Ja, dat kan toch wel? Jazeker. Ik ben toch niet een zanger. Kijk eens. Voor alle bewoners, maar ook collega's. Een prachtig symbolisch cadeau. Dus voor iedereen straks een exemplaar. Alsjeblieft. Nou ja, hierna gaan we dadelijk het prachtige bord even met een kleine gezelschap onthullen in de gang. Omdat het überhaupt niet heel praktisch is, denk ik, als wij met de hele club in de gang gaan staan. Let op en kijk straks even naar als je voorbij in de gang loopt, dan er zal daar wat mooie nieuws hangen. Dit en nog wat meer wat Babette en Bert samen bekokstoofd hebben. Dank jullie wel. Nogmaals echt een applaus voor iedereen die hierbij heeft geholpen. En ik geef hem nu terug. Even de glamour look. Ja. Een hele goede middag, lieve mensen. En wat bijzonder dat ik hier vanmiddag voor jullie mag komen zingen. Hallo, mijn naam is Simone. En ik kom uit het Brabantse Boekel. Hoi. Ik heb ook goede volk uit Boekel, hoor. Toch wel. Maar een feestelijke dag voor jullie allemaal. En ik begin met een liedje. Met een hele mooie boodschap. Want het zijn tenslotte toch de kleine dingen die je doet. Die onverwachte brief. Als je alleen of eenzaam bent. Zijn de kleine dingen die je doet. Die je doet. Ik ben hier lopen. De voetbalclub hangt aan de muur. En een trekkers die blijft meer dan waar dan dit jumbox. En een pilsje dat is daar niet duur. Een mens is daar een mens, lijkt op aan, het is dan wel. Geen moucheur, maar dan maar wc. En het glas is gespoeld in het zuiverste water. Ja, het is daar een heel goed café. Daar in het kleine. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Wat van Dino wordt verteld. Van de zout en een verloren lamp en een dikker voortgegaan. Mooi! Van de zout een roodje bij de wandverstand en dat alles komt door. Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag. Mooi, hè?
share.